Het is een mooie dag in Queen Victoria hier. Ongeveer het begin van de dag. Sam riep me voor iets. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Hallo? Sam? Hallo, is er iemand? Ja, wie komt hier niet binnen? Weg. Luister. Het is moeilijk uitspreken, maar haal Thomas nu. Haal Thomas. U vroeg niet binnenkomen, hè? Probeer ook niks geks. Oh ja, en als ik iets geks probeer, had ik het al lang gedaan. Koning Thomas, waar bent u? Waar zijn jullie? Aan welke kant van de poort? Ik ben bij mijn laboratorium. Ik zie het al. Koning Thomas. Hoezo staat hij daar voor die deur? Hij zegt dat ik u moest roepen, maar... Oh, dat is koning Andy. We hebben nu een bondgenootschap met hem, want Joren heeft ons blijkbaar verraden, Sam. Joren? Hoezo heeft hij ons verraden? Nou, het bleek dus dat hij die boeken die we hadden gevonden, dat die allemaal gefaked zijn. Die zijn helemaal nep. Helemaal. Dus ja, oh, wow. En daar is Andy achtergekomen. Dus hij mag gewoon naar binnen komen. Komt u binnen dan? Goed, koning Andy. Ja, luister, ik ben niet echt om te praten met boeken en zo. Ik heb een veel groter probleem. Zoals jullie blijkbaar zien, ik ben geïnfecteerd met net een virus. En ik heb niet veel tijd. Er bevindt blijkbaar een netherportal in mijn kingdom, maar het ritueel is nog niet af. Ik kan er nu niet te veel uitleg over geven, maar ik heb niet veel tijd. Ja, wat moeten we doen? Kan u misschien tenminste iets snel zeggen wat we moeten doen? Ja, ik weet niet echt wat ik... Oké, hij is heel ziek, Sam. Kom mee. Kom, we hebben wel ergens een bed staan in een van de huizen hier. Kom, we brengen hem er wel even naartoe. Okay. Zo, hij is wel zwaar, zeg. Ja, dat krijg je ervan als je een rijk koninkrijk hebt, dan krijg je veel eten. Kam, je moet zeggen welke kant ik straks op moet gaan, want ik heb geen ogen in mijn achterhoofd natuurlijk, hè. Wacht, houdt u hem even vast, ik ga even kijken eens bij de huisjes of... Ik hou hem vast. Zie je ook die paarse vlek op hem, hij ziet echt niet goed uit. Oké, Thomas, koning Thomas, voor u achteruit, voor mij rechtdoor. En dan moeten we zo meteen, als ik het zeg, moet u naar links en ik moet naar rechts. Oké, is goed. Jezus, wat is die zwaar, zeg. Ik krijg echt last van mijn armen. Is het besmetten? Ja, ik word wij ook niet besmet. Rechts, hier moeten we rechts. Ik links, toch? Nee, u rechts, ik... nee, wacht, u links, ik rechts. Ja, oké. Jezus. Nee, gelukkig, zijn we bijna. Ja, als ik het zeg, gaat u naar... weer naar links. Naar links. Oké, nu naar links. Ben ik naar rechts. Oh, dit stukje herken ik volgens mij wel. Ja, en als u kijkt, een van deze twee huizen staan, dingetje. Kijk uit dat hij nu in het water valt. Oké. Maar nu? Links. Doorlopen. Okay. En dan, als ik het zeg, gaat u weer naar links, want daar hebben we een bed staan. Dus nu links. Oké, dan gaan we links daarin brengen. Ja, hij is er bijna in. Ik doe de deur wel even dicht. Zo. Oké, en dan staat er een bed achter u. We moeten echt gaan vinden hoe we die paarse plekken van zijn hele lichaam kunnen afhalen, want het ziet er echt niet goed uit. Nee, niet echt, nee. Is er ergens een oud boek in de bibliotheek waar misschien een medicijn in zit? Ja, misschien wel. Want in het laboratorium naast mijn huis heb ik genoeg spullen, denk ik, dan wel om een medicijn te maken. Alleen dan moet ik wel het recept hebben ervoor. Ja, dat lijkt me ook een goed plan.